De meeste mensen zien mij en die denken van, oh, dat is een sterke gast en dat is een stevige kerel. En als ze mij dan in één keer als een turner van 60 kilo in een spagaat zien springen, dan zorgt dat voor een leuke reactie. En toen dacht ik dat het de bedoeling was om de bal in mijn hand te nemen en te proberen te scoren over het veld rennende. Dat is rugby volgens mij. Ja, dat is rugby en je zou ook denken dat dat de meest logische keuze is na voetbal, als je dat zo ziet. Maar mijn ouders die wouden vooral dat ik een sport had om mijn grote mate en energie kwijt te kunnen. Want ik was heel energiek als jongetje al. En ze hoorden toevallig dat er een judoleraar in Breda was. Toen ben ik daar, weet ik nog dat ik bij hem de eerste les kwam. En dat hij mij zo bij mijn nek en kop optilde. En dat allemaal wervels kraakte. En dat ik dacht van, wat is dit nou? En dat hij zei van, prachtig. Ik wou stoppen met lesgeven, maar nu ik zo'n exemplaar als jou in mijn handen heb, ga ik toch wel even net wat langer door om te zien wat er uit je te halen valt. En dat was gelijk een goede binnenkomen. Was ik daar nooit gekomen, dan had ik niet geweten dat ik talent had in judo. En dan had ik er ook niet, ik heb het 2,5 jaar gedaan tot ik 10,5 ongeveer was. Toen moest ik weg voor 7,5 jaar. En toen was er een bepaald punt in mijn leven dat ik dacht van, ik wil iets hebben in het leven waar ik echt voor kan gaan. En mijn eerste aangrijppunt was natuurlijk judo, want daar was ik vroeger als kind klein in, toen als kind goed in. En laat ik maar eens kijken of ik dat nog in me heb. En daar greep ik om mijn 17,5 jaar. En al snel bleek dat ik het aardig kon nog. Judo is als een spiegel. Je moet heel eerlijk naar jezelf kunnen kijken, naar je sterke punten, maar ook naar je zwakke punten. En op het moment dat jij dat niet kan, dan ga je ook niet de beste versie in jezelf naar boven kunnen halen. Dat is zo bij de sport, maar op alle vlakken van het leven is dat ook van toepassing. Dus ik denk dat judo mij laat groeien. Een grotere mens maakt dan zonder judo.